Goedemiddag allemaal, wat leuk dat u weer terug bent. We gaan verder met een volgende talkshow. In dit geval met als onderwerp vermogensbeheer. Ik heb een drietal experts bij me zometeen. Allereerst zie ik Martine Hafkamp van Vintessa, Erik Bakker van OAV en Richard de Jong van Lieshout & Partners. Welkom, ga lekker zitten. Ah, oké, helemaal strategisch gaan zitten. Ik vind het ook leuk als u meedoet, dus als u vragen heeft, steek vooral uw hand op of roep even Michiel, dan zal ik uw kant op kijken. We gaan het hebben over vermogensbeheer. Nou, het is een mooie beurs vandaag met ook veel mogelijkheden om zelf te beleggen. Dus misschien een makkelijke vraag om mee te beginnen. En dan begin ik bij Martine. Waarom zou je eigenlijk vermogensbeheer moeten doen in plaats van het zelf uit te vogelen? Je moet helemaal niks. Vermogensbeheer doe je als je zelf niet zoveel tijd erin wil steken, of niet genoeg gelegenheid daarvoor hebt, of als het vaak om een groter bedrag gaat, want vaak neem je met kleinere bedragen andere beleggingsbeslissingen. Maar als je denkt van nou, ik wil een deel van de zorg van mijn vermogen uit de handen geven, dan schakel je een vermogensbeheer erin. Oké, dus vooral een beetje de tijdsgebrek en ik nou, ja, ik heb en niet kennis zoveel. En gewoon risicospreiding, dat is natuurlijk ook altijd, want een ander doet het altijd weer anders dan dat je het zelf zou doen. En een ander, je koopt vaak kennis en kunde in van een ander. Want zelf zit je vaak op de Nederlandse beurs, want dan heb je het gevoel dat je het daar allemaal wel redelijk kan begrijpen. Maar ja, de wereld is groter. En juist als je wereldwijd spreidt ook, ga je weer aan risicoreductie doen. En dat is toch altijd wel prettig, want de beurzen gaan niet altijd alleen maar omhoog. Nee, dat klopt. Erik? Ja, wat ik eraan kan toevoegen is dat de mens, ik ook, wordt eigenlijk gedreven door twee emotionele factoren, angst en hebzucht, die ertoe kunnen leiden dat je gedreven door die beide factoren verkeerde beslissingen kan gaan nemen. Dus als het goed gaat, dan word je misschien hebzuchtig en dan ga je leiden aan het hebben van te veel zelfvertrouwen. En dan denk je dat het alleen maar verder omhoog kan, dat misschien wel een goed moment is om je portefeuille wat af te bouwen. Dus vermogensbeheer in jouw optiek is ook een beetje de ratio terugbrengen nou ja, van beslissingen. Er is bijvoorbeeld een heel beroemde Amerikaanse bankier, J.P. Morgan. En die heeft ooit de uitspraak gedaan: ik verkoop aan mensen met rode gezichten en ik koop van mensen met witte gezichten. Nou, geld doet wat met je emotie. Dat heb ik ook. Dus ook vanuit die optiek, als jij ook die emoties hebt. Heb je zelf ook een vermogensbeheerder? Doe iemand anders jouw keuzes? Intern. Ik doe zelf niets meer met beleggingen. Omdat ik gewoon gemerkt heb dat het toch voor in mijn gedachten gaat zitten. Als het mijn eigen geld is. Nou, dan ga je toch rare beslissingen nemen. Wat je van tevoren niet had bedacht. Ja, dus als ik even nog. Ja, een vermogensbeheerder kan daar een toegevoegde waarde in spelen. Door in overleg met de klant te kijken naar je doel. En daar een profiel op te stellen. En die kan op rationele gronden kijken of de portefeuille nog steeds het zo doet zoals je ooit hebt afgesproken. En die laat zich niet leiden door tussentijdse emotionele oprispingen. Oké. Richard, ik zie je kijken. Viel je dit aan of zie je ook een andere toegevoegde waarde die je nog als vermogensbeheerder kunt leveren? Nou, de ratio vind ik wel een enorm belangrijk punt. Dus misschien ook wel een vraag voor de zaal. We hebben natuurlijk in december een enorme beursdip meegemaakt. Nu een hard herstel. En ondanks dat de meeste mensen van ons beleggen voor de lange termijn, zijn er wellicht toch mensen die in december op het dieptepunt van de markt, of bijna op het dieptepunt van de markt, in paniek zijn geraakt en wellicht hebben verkocht. Nou, wij merken gewoon dat dan een sparringspartner, een beleggingsadviseur, een vermogensbeheerder gewoon een hele fijne tool kan zijn om gewoon eens even de mening te delen. Wat de professional ervan vindt. Niet dat de professional een glazen bol heeft, maar juist door eerlijk te vertellen, even te wijzen op de lange termijn, op de doelstellingen van je portefeuille. En niet meteen in paniek raakt als de beurs daalt. Nou ja, en buiten dat, als het goed is, heeft je beheerder ervoor gezorgd dat je verliezen beperkt werden. Dus dat scheelt ook altijd alweer, want door je risicospreiding had je helemaal niet zo hard naar beneden hoeven gaan in december. En is dan de demping in die portefeuille door de spreiding of ook omdat die vermogensbeheerder in staat is om een beter beleid misschien in te richten ten opzichte van wat een particulier zelf kan?
Ja, vaak wel. Want wat zegt van, kijk, vaak krijgen mensen de neiging als koersen naar beneden gaan. Dan gaan ze ook misschien verkopen. Of ze gaan even niet meer kijken naar die portefeuille. Van het komt wel goed. En wat je dan krijgt is dat je een beetje met de kneusjes blijft zitten. Want dan ga je nog een beetje vaak relatief goed presterende aandelen. Die haal je er dan snel uit. En dan laat je de rest zitten. Maar in die tussentijd had je met hele andere, met datzelfde geld, veel meer kunnen verdienen of eerder terug kunnen verdienen. Dus ik denk altijd waar je echt goed naar moet kijken, wat zijn je doelstellingen inderdaad voor de wat langere termijn? En verder moet je gewoon, ja, dan heb je ook je huiswerk als het goed is van tevoren goed gedaan. En anders ben je, kijk, je moet altijd weten waar je in belegt. Het maakt niet uit of je dat zelf doet, maar een beheerder weet dat wel voor je. En als je dan zo'n beheerder moet selecteren, Erik, hoe merk je dat klanten bij jullie terechtkomen? Is er een doen ze een uitgebreide due diligence op jullie beleid en jullie personeel en dat soort zaken? Of zit er een hele andere component in waar je... Nou, ik denk dat je het voorzetje wat je geeft wel een goede is. Ik denk dat uiteindelijk, en daarom is het ook zo goed dat er zoveel vermogensbeheerders zijn, die ieder een unieke manier hebben van het omgaan met klanten en het beleggen. Ik denk uiteindelijk dat we allemaal de klanten krijgen die bij ons passen. Ik denk dat we OAV een heel andere klantengroep heeft als Vintessa. En een andere klantengroep heeft als Van Lieshout. En dat is gewoon omdat je in overleg met je op dat moment nog niet klant zijnde, hè, maar een prospect of een lead, dat je je beleggingsbeleid kan uitleggen en jouw toekomstige klant die voelt zich daar zijn lang bij en die kiest dan voor je. En dat is denk ik de eerste stap in het selecteren van een vermogensbeheerder, dat de klant moet begrijpen waarin zijn vermogensbeheerder belegt. En ja, een ander is, ik zou misschien ook kunnen kijken, zijn de kosten helder? Ja. Zijn de beleggingen snel liquide te maken, mocht je gelden nodig hebben? En last but not least, beleggen doe je voor de langere termijn. Dus ik zou dan ook kiezen voor een vermogensbeheerder die ietsje langer bestaat. Voor track record van de portefeuilles. Ja, ja, ja. En misschien voor de continuïteit ook met meer dan twee mensen zit. Exact, ja. Richard, hoe komen klanten bij jullie binnen? Is dat met een bepaalde verwachting van tevoren over de dienstverlening? Is het rendementen waar mensen voor komen? Of hoe? Nou, dat verschilt. Wij krijgen bijna eigenlijk wekelijks leads van een tweetal websites die alle vermogensbeheerders en banken in Nederland beoordelen. Waar wij gelukkig en ook hard voor werken hoor, het maximum aantal punten hebben. En die maken een voorselectie. Die zeggen, oké, de heer Pietersen, dat past. Ga eens praten met die drie of vier partijen. Mevrouw Jansen past misschien beter bij die. Ga eens met die praten. Daar krijgen wij heel veel van binnen. En uiteraard het allermooiste is, het traditionele kanaal noem ik maar even, je bestaande klanten. Van mond-op-mond reclame die zeggen, praat eens met mijn vermogensbeheerder. Dat is misschien wat voor jou. Dat zijn natuurlijk de mooiste complimenten die je kunt krijgen als vermogensbeheerder. Absoluut. En de beleggingswereld is natuurlijk wel de laatste jaren enorm in ontwikkeling. Er wordt heel veel gedigitaliseerd. Er is een hele trend naar je moet gewoon de index volgen, want beter wordt het niet. Ik zie Martien al even lachen. Hoe zie jij dat? Wat verandert er allemaal? En hoe ga je daarmee om? Nou ja, natuurlijk verandert er veel dat de hele tijd passief beleggen heel erg gepromoot is. Maar wat je over zag, als dan de beurs naar beneden gaat en iedereen gezellig meegaat naar beneden, wordt het ineens heel wat minder enthousiast. Ik geloof heel erg in een zo optimaal mogelijke portefeuille bij je klant. En dat hoeft helemaal niet die indexvolger te zijn. Ik bedoel, dat zijn gewoon, je kiest titels uit. Wij beleggen in individuele titels die het rendement opleveren waar je wat je met je klant hebt afgesproken. Of in ieder geval de doelstellingen, zodat je zo goed mogelijk de doelstellingen van je klant kan realiseren. En als het goed gaat op de beurzen, zijn we het hartstikke gezellig met elkaar. En iedereen kan beleggen en de bomen groeien tot in de hemel. Maar het gaat er als vermogensbeheerder, vind ik, nog meer om dat je in slechte tijden verliezen zoveel mogelijk uitspaart, zodat je zo snel mogelijk weer terug bent op het rendement, lange termijn rendement, waar je op kan rekenen. En even daarop door, hoe beperk je dan die verliezen? Want die ontstaan natuurlijk wel. Ja, dek je dat af? Of?
Nou, nee, je hoeft niet eens af te dekken. Want ik vind altijd, eigenlijk afdekken een beetje een zwakte bot. Want dan moet je gewoon niet gaan beleggen. Je moet gewoon in de goede titels zitten. En ook gewoon, dus op een gegeven moment, als je denkt, ik heb het niet goed gezien, kan je ook gewoon verlies nemen. Hè? Dat bestaat ook. Maar als je gewoon spreidt en de fundamenten van zo'n bedrijf zijn goed, dan zal je ook zien dat die veel minder hard dalen. Ik bedoel, een index, daar zitten ook allemaal kneusjes in. Hè? Naast dat er goede bedrijven in zitten. En ik bedoel, je doet het, niemand doet het 100 van de 100 keer goed. En in iedere portefeuille zitten dalers, maar dat hoort ook. Je kan dat, ik ben niet zo'n voetballer, maar je kan het zien in de voetbalelftal doet ook niet iedereen het even goed. Maar iedereen dient wel zijn doel. En op verschillende momenten heb je aan verschillende spelers heb je iets. Oké. Okay. Erik, hoe doen jullie dat met de risicobeperking binnen OAV? Hoe wij dat doen bij OAV is, ik zal het illustreren met een voorbeeld. Ik zag een keer een tv-programma met twee dames, die waren beide 100 jaar geworden. Die heette Klaske en Eelke of zo. En dan vroeg de interviewer van, hoe ben je nou eigenlijk 100 jaar geworden? Nou, die een zei, ik eet iedere dag een sinaasappel en een ei. En de ander zei, van alles niet te veel. Nou, zo is het eigenlijk ook met vermogensbeheer. Sinaasappel en een ei zijn je vastrentende waarden en je zakelijke waarden. Dat zijn de bouwstenen voor iedere portefeuille. En van alles niet te veel, dat geldt ook voor vermogensbeheer. Je moet gewoon zorgen voor een goede spreiding van al je titels. En je kan een vastrentende waarde op diverse manieren spreiden. Je hebt staatsleningen, supranationale leningen, bedrijfsleningen, bankenleningen, hypotheekleningen. Je hebt leningen met een korte looptijd, lange looptijd, variabele coupon. En dus heb je natuurlijk met zakelijke waarde ook. Je hebt regio's, sectoren, je hebt groeistrategie, waardestrategie, et cetera. En zo kan je gewoon op een brede wijze een portefeuille opbouwen waarbij je het risico beperkt en wel kunt gebruiken van de opwaarts potentie. Okay, Richard, jij wilde net nog reageren volgens mij. Meer ter aanvulling. Ja? Ongeveer 70-80% van je risico, zeg maar hoeveel je kunt verliezen, wordt bepaald door waar Erik het over heeft, zeg maar de asset allocatie. Hoeveel stop je in vastgoed, hoeveel stop je in aandelen, welke aandelen, welke regio, hoeveel in obligaties. En waar wij dan eigenlijk in gespecialiseerd zijn, is het aandelenstuk om daar nog een extra klein buffertje of een schokdempertje aan toe te voegen in de vorm van verkochte call-opties. Waarbij je eigenlijk een limiet, een verkooplimiet inlegt en daar ontvang je nu geld voor. En elke optiepremie die je ontvangt, die laat je op de bank staan. En als je dat jaar in jaar uit doet, een procent of 4, 5, dan heb je na de loop van de tijd heb je een hele mooie kaspositie opgebouwd. Waarbij natuurlijk wel het risico bestaat in gouden tijden, want je kapt wel je winst af. Dan moet je op hogere niveaus je aandelen verkopen. Oké. Okay. Martini, jij zei net al dat je dat afdekken hoeft jou niet zo. Je kijkt meer naar wat een klant ook nodig heeft en hoeveel rendement er nodig is. Dus als je dan bij jou een klant binnenkomt, hoe bepaal je welke portefeuille eigenlijk het best past bij zo'n relatie? Nou, daar gaan we het heel uitgebreid over hebben. We gaan eerst van tevoren heel uitgebreid erover hebben. Wat wil je met beleggen? Wat zijn je doelstellingen? En hoe zit de rest van je financiële positie eruit? Want kijk, dan ook weer, de spaarrente is laag, dat weten we allemaal. En je hebt natuurlijk ook nog een hele pluk mensen die nu zeggen van, nou, dan moet ik toch maar gaan beleggen. Nou, dan moet je kijken of dat überhaupt wel bij je past. Dus wij zeggen ook gewoon wel eens tegen mensen, nou, het is beter als u gewoon niet gaat beleggen, want u heeft binnen nu een, noem maar wat, 3 jaar heeft u dat geld nodig, zoals u nu naar gaat kijken. Nou, dat kunnen we gewoon niet nemen, dat soort verantwoordelijkheden. Dus we nemen heel veel tijd van tevoren gewoon om het eerst eens erover te hebben van wat willen we en kan je het qua financiën, kan je dat handelen. En dan nog, dan krijg je daarna weer emotie, want dan is er nog steeds een verschil tussen de theorie en de praktijk. Dat je van tevoren bedenkt van nou, 5% koersverliezen word ik niet onrustig van. Maar als het daadwerkelijk gebeurt, kan de wereld er toch best anders zo uitzien. En als je dan net zo'n decembermaand om je oren krijgt, dan denk je van, en je was al niet zo'n belegger, maar je denkt, nou ja, op hoop van zegen maar, een beetje dat. Dan moet je dus ietsje sterker in je schoenen staan. En dan gaat het er weer om. Dus dat je vertrouwen hebt in degene die het voor je doet. Maar ja, vertrouwen moet ook een beetje groeien. Dus daarom moet je ook nooit te veel risico nemen. Want niemand kan de beurs voorspellen. Het is net zo veranderlijk als het weer. Zeker. Erik, doen jullie een beetje vergelijkbaar? Zo'n intake en daarmee de klant begeleiden in de eerste periode? Of hebben jullie eigenlijk een andere strategie als het gaat om het begeleiden van nieuwe klanten? Nee, ja, nieuwe klanten. Je gaat gesprek aan. Je stelt vragen over de achtergrond van de klant.
Ook financieel natuurlijk. Je stelt vragen over de wensen van de klant en dat breng je in kaart. En op basis van die informatie bepaal je in overleg met de klant zo'n profiel. Je hebt 3 smaken in Nederland, of tenminste wij hebben 3 smaken. Defensief, neutraal en offensief. Daar zal waarschijnlijk iedereen wel mee bekend zijn. Defensief betekent meer obligaties, offensief minder obligaties. En op basis daarvan ga je een start maken met je klant. En vaak vlak nadat de portefeuille voor je klant is ingericht, heeft de relatiebeheerder vrij frequente contacten met de klant. We hebben, want in het begin vinden ze het allemaal nog spannend. We hebben deze titels voor u aangekocht. Die hebben we vanwege deze reden voor u aangekocht. En de klant krijgt vervolgens iedere maand een rapportage. Hij kan dagelijks inloggen. Indien gewenst krijgt hij een weekbericht van ons over de macro-economie, een kwartaalvisie. We hebben een kwartaal-outlook. En de klant kan indien gewenst gewoon altijd contact opnemen met zijn relatiebeheerder. Richard, is het bij jou ook vergelijkbaar? En als dat zo is? Ja, dat is denk ik bij de meeste vermogensbeheerders vergelijkbaar. Waarbij we ook uiteraard, en ik denk dat jullie dat ook doen. Uiteraard maak je ook van tevoren, voordat je begint, nadat je alles hebt doorgenomen met elkaar, ook nog een beleggingsvoorstel. Waarin je netjes alles op een rijtje zet. Wat gaan we doen? Wat zijn de kosten? Wat verwachten we van de markten? Wat zijn de uitgangspunten? Nou, vaak ga je dat nog een keer bespreken als de dingen niet duidelijk zijn. Of de uitgangspunten, als je het op papier ziet, blijken toch net ietsje anders te zijn. Dan neem je dat nog een keer door. En misschien wel nog een keer. En dan ga je alles formaliseren in een beheerovereenkomst of in een adviesovereenkomst. Wat je gaat doen. En precies wat Erik zegt, zeker in het begin heb je vrij veel contact. Want voor de meeste mensen is het nieuw. Ja. Leg je dingen uit waarom er dingen zijn gedaan. Je informeert ze met kwartaalberichten, met weekberichten. Met je visie op de markt en de macro-economie. En dit is toch een, klinkt als een heel arbeidsintensief traject voor, ja, voor de klant. Dus zit je daarmee automatisch een bepaalde ondergrens om... Ik dacht intensief voor ons. Nou, dat denk ik. Ja, vooral van... Ja. Ik denk dat het tweeledig intensief is. Als je natuurlijk een nieuwe rekening moet openen. Klanten moeten zo erg met hun billen bloot ook. Wat ze allemaal moeten weten. Dat is natuurlijk voor alle compliance. Dat je af en toe je ogen... Dus het is voor twee kanten is het intensief, kan ik je verzekeren. En ik denk, ja, nou, wij doen dan ook nog actief. Wij blijven de klant actief gewoon... op updates geven. Niet alleen dat ze zelf... Het is niet het druk en piepsysteem, zeg maar. Als de klant aan de bel trekt, dat wij dan antwoord geven. We zijn ook heel vaak juist preventief. Gewoon gezellig. Gewoon, want bedoel, dan heb je en de goede tijden en de slechte tijden waarin je contact hebt. En niet alleen in slechte tijden. En wanneer is dat... Vanaf welk vermogen is het dan... Zijn jullie eigenlijk goed in staat om die klanten te begeleiden? Ja, wij vinden zelf van wel. En we hebben nu net voor de 8e keer die prijs gewonnen. Dus ik denk dat heel veel mensen dat ook denken. Maar, wel, heb je, maar wij doen het vanaf 100.000 euro. Vanaf 100.000 en wij euro. Vinden nog steeds dat dat een ondergrens is. Want dat zijn juist de klanten die bij grootbanken helemaal tussen de wallen en het schip zitten. En juist altijd in die standaardportefeuilles geduwd worden. En die veel meer aandacht verdienen. En ook relatief weinig extra aandacht nodig hebben. Maar wel gewoon die individuele aandacht. Dus wij doen dat gewoon vanaf 100.000 euro. 100.000 euro. Erik, jij wil ja, wij doen, bieden vermogensbeheer ook aan vanaf 100.000 euro. En op basis van execution only kunnen klanten zich inschrijven in MKB-leningen. Middels onze label voor de groei. En we hebben beleggingsfondsen onder het label Fresh. En dat kan voor de groei kan vanaf 500 euro per lening. En de beleggingsfondsen kunnen vanaf 1 euro. Ja, precies. En dus voor de begeleiding vanuit de vermogensbeheer is het ook een ton. Is dat bij Richard, bij jullie ook zo? Ja, dat is eigenlijk exact hetzelfde. Voor vermogensbeheer of beleggingsadvies is 100.000 euro. En dan kunnen mensen kiezen of ze in individuele titels willen. Of een ETF's, /fondsen, maar meer ETF's. En dan hebben we ook een online systeem, dat is kapitaalopbouw noemen wij dat. En dat is vanaf 1.000 euro. En we zijn alweer bijna 20 minuten onderweg, dus ik ben nogal benieuwd of er vragen zijn. En ik ben ook wel benieuwd, wat verwachten jullie voor 2019 nog? Hebben jullie daar, informeren jullie je klant daar met een bepaalde visie? Of nou, doen ik denk, dat juist niet? Ik denk dat misschien voor ons al 3 geld, zeker met vermogensbeheer, doe je voor de lange termijn. En het liefst niet binnen het jaar. En dat is een altijd gevaarlijke uitspraak, want er kan natuurlijk van alles gebeuren binnen een jaar. En ik houd me dan, als ik dan voor mezelf spreek, liever vast. Maar ik denk ook voor de anderen, voor de langere termijn. En ik denk dat met de huidige lage koers-winstverhoudingen van aandelen, dat je op de lange termijn, en dan heb ik het over 10 jaar,
rendement voor aandelen kan verwachten op jaarbasis van tussen de 8% en 10%. 8% en 10% op aandelen? Ja, dankjewel, ja. Martine. Dan heb je een periode van 10 jaar, zeg maar. Ja, weet je, want het is hoeveel tijd neem je? Hè? Want bedoel, 1 januari 2018 stond de Ajax op 5,45. In de tussentijd hebben we toch een aardig wild ritje gemaakt, als ik toch gewoon even naar de Ajax kijk. En nu lijken de bomen weer tot in de hemel te groeien. Wat je wel ziet, wat wij voor dit jaar verwachten, is dat eigenlijk dat de economie nog wel weer wat aan kan trekken. En je ziet dat beurzen daar ook wel weer aardig op vooruit lopen. Maar ik pin me nooit vast op rendement. Ik ben precies eens voor de langere termijn. Als je een neutraal beleggingsprofiel hebt, kan je uitgaan van 6-7% rendement. En voor offensief 8 en meer, zeg ik dan altijd liever, dat reëel is. Maar dat is gewoon over een periode van 10 jaar. Maar ja, het is altijd hoeveel meet je, hè? Ik bedoel, en op welk moment begin je te meten? Ja, Richard, ik zag jou... Nou, dan ga ik even mijn nek uitsteken. Ja, ik zag het. Door proberen wel een gokje te wagen. Nou, wij gaan er wel vanuit dat het de komende tijd, een jaar, 2 jaar, economisch wel wat minder gaat. Met name in Europa. Amerika zal ook wat minder gaan dan voorgaande jaren. Ik wil trouwens niet zeggen dat het slecht gaat. Het is alleen minder groei. Dat is echt wel een belangrijke nuance. En dat betekent, gegeven de normale waarderingen, dat je geen al te hoge rendementen behoort te verwachten. Dus ons advies is, ga ietsje meer in Amerika en kijk niet alleen naar de AEX. Valutarisico moet je wel voor lief nemen, want de dollar kan ook fluctueren. En soms ook tegen je werken. Maar op lange termijn verwachten wij iets meer van Amerika en kies dan wat ons betreft, en eigenlijk geldt dat in elke situatie, maar nu helemaal, kies gewoon voor de grote, degelijke ondernemingen. En her en der een pareltje proberen te ontdekken is prima, maar probeer je portefeuille echt de grote, degelijke ondernemingen. Dankjewel. Zijn er vragen toevallig? Is iemand die een vraag heeft aan de vermogensbeheerders hier in de stoel? Niemand? Dat is dan helder. Nou ja, dat was heel helder. Dan, was helder. Dan heb ik nog een laatste vraag voordat we gaan afronden. We hebben het eigenlijk al een beetje gehad over allerlei vormen. De intake en de dienstverlening en de begeleiding. Jullie hebben eigenlijk alle drie ook aangegeven. Kijken vanuit de persoonlijke situatie wat een klant eigenlijk wil bereiken met doelstellingen. Dus kan ik eigenlijk zeggen dat jullie niet alleen maar de belegger zijn, maar ook veel meer richting de financiële vertrouwenspersoon gaan op vlakken bij die klant? Begin ik bij jou, Erik. Nou, ik denk dat dat wel een trend is die je langzaam wel gaat zien eigenlijk. Ik denk dat een paar jaar geleden werden al bij de financiële dienstverleningen uitgesplitst. Dus je had echt planners, estate planners, vermogensbeheer. En, ik zie dat nu wel wat meer groeien naar wat men noemt dan zo'n one-stop shop. En ja, wij gaan er ook langzamerhand steeds meer naartoe. Naar toch het aanbieden van planning. Het begeleiden van klanten. We hebben dan klanten die zoeken soms financiering voor MKB-bedrijven. Je hebt ook je doelgroep is toch DGA vaak. Ja. Die we vaak ook weer een eigen bedrijf verkopen. En daar zoeken ze toch wat meer steun bij. En dat zoeken ze in eerste instantie bij een vertrouwenspersoon. Ja, door je toch al een jarenlange relatie hebt opgebouwd. Ben jij toch een van de eerste personen die ze daarop aanspreken. Ja, snap ik. Martine, geldt dat bij jou ook zo? Ja, maar het is heel simpel. Vanuit de toezichthouder moet je het ook steeds meer. Dus ja, ik bedoel, al zou je het niet willen, dan moet het. En het is ook logisch. Maar het gaat er altijd om. Het valt of staat met vertrouwen. Wil een klant jou dat ook allemaal vertellen? Nou ja, dat moet gewoon. Ik bedoel, dat hebben we allemaal gezegd. Je moet redelijk met je billen bloot natuurlijk. En dat is ook de beste manier hoe je vermogen en een portefeuille kan gaan inrichten. Want eigenlijk zijn wij altijd als vermogensbeheerder ben je het slotstuk. Want je doet het met geld dat over is. En dan moet je eerst de rest in orde hebben voor je daarmee bezig kan zijn. Helder, dankjewel. Richard, als tenslotte. Jullie ook steeds met die rol van die vertrouwenspersoon merk je dat die klant steeds meer bij jullie ook graag voor dat soort vraagstukken komt rondom overdracht van vermogen, verkoopbedrijf. Ja, alhoewel ik eerlijk moet bekennen, 15, 20 jaar geleden was dat niet wezenlijk anders. Wat nu het grote verschil is, dat je vanuit de toezichthouder ook die eis krijgt om al die gegevens te verzamelen van de klant. Maar ook 20 jaar geleden wilde de klant misschien wel iets minder gegevens delen, maar die was ook op zoek naar een vertrouwenspersoon die netjes op zijn centjes paste.
En dat is eerlijk gezegd niet veranderd. Gelukkig maar. Gelukkig maar, dankjewel. Mag ik jullie allemaal bedanken. Richard de Jong van Lieshout & Partners, Martine Hafkamp van Vintessa en Erik Bakker van OAV. Graag een applaus.